Hij zegt, ik wil u graag deze koker geven. Er zit een poster in. Zou u die voor mijn vader ervoor in de tuin van u op willen hangen? En dat is een poster van de SP. Ik zeg, wat is het nou? Ja, mijn vader ziet wel iets in die ideeën van Marijnis. Hij zegt, wat gaat u eigenlijk stemmen? Ik zeg, nou, zo net wist ik het nog zeker. Maar na die plotselinge ommezwaai van je vader, ga ik er toch nog weer eens even over nadenken. Bent u ondervraagd, dames en heren? We gaan even de onderzoeken doen. We hebben vanavond in samenwerking met de stemwijzer, hebben we eventjes gekeken naar, eerst naar de samenstelling van het publiek. Mag ik even hier de samenstelling van het publiek? Autochtoon 99,17, allochtoon 0,5, illegaal 0,05. Weet het niet. Interessante groep. 0,17. Nog niet binnen, 0,11. Alweer weg, 0,5. Oh ja, dat klopt. Ik heb één keer gevloekt. Dus 0,5% van de fundamentele christenen zijn alweer de zaal uit. Totaal 1526. Oké, gaan we even kijken hoe de autochtonen zijn samengesteld. De autochtonen die komen uit de Randstad, 61%, Twente 2%, Friesland 5%, rest van Nederland 2%, daklozen 4%, weet niet 26%. Overige 0%. Gaan we even kijken hoe de allochtonen zijn onder te verdelen. Allochtonen. Hier gaan we naar de allochtonen. Zuid-Amerika 2, Afrika 2, Azië 3, België 1. Totaal 10. Dat is volgens mij, moet dat 8 zijn. Dus dan zal die Belg zich wel verteld hebben. Oké. We hebben in samenwerking met de stemwijzer hebben we uw politieke voorkeur getest bij binnenkomst. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, want het is een representatieve steekproef. Daar is het volgende uitgekomen. CDA 3%, LPF 4, VVD 6, Partij van de Arbeid 24, GroenLinks 6, SP 24, ChristenUnie 6, SGP 0,5. Daar heb je ze. Die zijn weggelopen. Zweven 12,5. Overige 10%, totaal 106%. Dan ben ik benieuwd, die 6% die gelogen heeft, hoe die onder te verdelen is. 6% niet naar waarheid ingevuld, waarvan SGP 0,5, CDA, LPF 96,8. Oké, dan krijgen we het volgende. Dan ga ik u even een paar vragen voorleggen. En dan gaan we nog eens kijken hoe u stemt. Want we hebben namelijk in de zitting van uw stoel hebben we een gatzometer ingebouwd. En uw beelddruk bepaalt uw politieke voorkeur. Even de volgende punten. Wie van u is VVD? Definitie van VVD'er. Een egoïst die ervan uitgaat dat alle andere mensen ook egoïsten zijn. Hij zegt over een dakloze, dat is iemand die slecht voor zichzelf zorgt. VVD-standpunt. P van de A. Een egoïst die erop vertrouwt dat hij via die Beckman Stichting het begrip egoïsme een sociale context kan geven. PvdA gaat speciaal naar de slijter om een dakloze krant te kunnen kopen. CDA is een christen-egoïst. Die wil op zondag nog wel eens een dakloze krant ruilen tegen een gezangenboek. SP is een egoïst die het niet kan hebben dat andere mensen egoïsten zijn. Hij verkoopt de dakloze krant. En geeft de daklozen geen geld, maar een stuk Hema-worst. GroenLinks is een egoïst met een tuin. Die gebruikt de dakloze krant voor de kattenbak. ChristenUnie zegt, de mens is een egoïst, want God heeft de mens naar zijn beeld geschapen. En wie de hemel boven zijn hoofd heeft, is geen dakloze. SGP'er is een egoïst met een vrouw. En zijn definitie van een dakloze is een vrouw zonder keuken. Als u denkt, waar gaat dit allemaal over, dan bent u van de LPF. Oké, dan gaan we kijken wat dit tot gevolg heeft voor u. Wat zegt u? D66 vergeten. Oh. Nou, dan moet u straks na de uitzending maar even naar de sterreclame kijken. Oh. Oké, dan gaan we eens even kijken wat deze mededelingen voor invloed hebben op uw stemgedrag. We gaan even kijken hoe de stemming in de zaal nu is. Wilt u wel stil gaan zitten, dames en heren? Anders. Hier 16-20% zit helemaal niet. Zie je, dat zijn de zwevende kiezers. Die moeten gewoon gaan zitten. Oké,
Dan gaan we nu naar uw voorkeur voor de minister-president in de hal. Door de stemwijzer is die tot stand gekomen. De peiling minister-president van Nederland moet worden. Heer B. van der Vlies, 0,5, dat klopt. Pim Fortuyn, 1,5. Ik weet niet welke sectariërs er in de zaal zitten. Hans Wiegel, 2%. Valt me tegen. Balkenende, 7. Mat Herben, 8. Marijnissen, 21%. Wouter Bos, ja, die daar toch. Guus Hiddink, 25%. Weet 3%. Geen mening, 2. Overigen, 5%. Dan gaan we even, dames en heren, met u gaan we even kijken hoe de keuze van de PvdA tot stand gekomen is na zijn minister-presidentskandidaat. De PvdA heeft de minister-president op de volgende manier gekozen. Naar de peiling nu. Wie wordt de nieuwe minister-president van Nederland? Oké, gaan we even kijken. Dan krijgen we hier de nieuwe minister-president van Nederland. Even wachten tot u helemaal gezeten bent. Hier staat hij zelf. Pim Fortuyn, heer Van der Vlies, ja, is natuurlijk naar 0. Fortuyn, Hans Wiegel, 10. Zijn er meer bij? Jan Marijnissen, die stond volgens mij. Cohen, 12. Marijnissen is terug van 21. Ben ik toch even benieuwd waar de kiezers van Marijnissen naartoe zijn. De kiezers van Marijnissen die zijn naar SGP, VVD, CDA 1, ChristenUnie, PvdA, HEMA 40%. Oké, dan gaan we tot slot. Waar staat Jan-Peter Balkenende voor? Waar staat Jan-Peter Balkenende voor? Voor Normen en Waarden, 9 geboden, Katja Britt, een onmogelijke opgave. Weet niet. De rest weet het niet. Oké. Dan nu, dames en heren, de slotpeiling. Dat is de allerlaatste peiling voor de verkiezingen. Morgen is het de 22e, dan kan het niet meer. We gaan aanvragen contact met Bureau Interview. We gaan contact zoeken met Intomart. We zoeken contact met Maurice de Hond, wafwaf.nl. En we krijgen dan de volgende stemming. De volgende stemming. Blijft u stilzitten in het land. Kijk uit, doe niks. Oké. Zwevende kiezers, opgelet. Ik ga het nog één keer uitleggen. Ik ben hier niet gekomen om de lof van Paars te zingen. Om de zalm, normen en waarden, een psalm te galmen. Of te balken over een gebrek.